Zoals we in een eerdere uitzending over het Van Gogh Village Museum al lieten weten, zou er op maandag 16 november in het klooster een presentatie plaatsvinden over de inrichting van dat nieuwe gebouw. Voor een goed gevulde zaal opende Ton de Brouwer, voorzitter van de stichting, de bijeenkomst en gaf daarna het woord aan Simone van der Heijden. Zij introduceerde zichzelf, schetste haar rol als directeur en gaf uitleg over de huidige organisatiestructuur. Daarna vroeg ze aandacht voor filmbeelden waarin de nieuwe naam van het museum zou worden onthuld. Met de nieuwe naam Fin Centre of Fin Center wordt het museum nationaal en internationaal op de kaart gezet. De naam oogste veel bijval uit de zaal, alhoewel het wel even wennen was en er ook aanwezigen waren die het liever anders gezien hadden. Nunena Niels van Keulen, directeur van Tinker Imagineers, gaf in een gloedvol betoog daarna inzicht hoe de inrichting van het museum ontstaan is en gunde de aanwezigen alvast een virtueel kijkje. Museum is eigenlijk niet het juiste woord, vond Van Keulen. Er is geen collectie als uitgangspunt en daarom zijn we uitgegaan van twee personages in een haat-liefdeverhouding. Nune en Van Gogh, die in het museum een verhaal vertellen. Een verhaal dat boeit, waardoor het museumbezoek zelfs een ware beleving wordt. Voor de inrichting worden de modernste audiovisuele technieken gebruikt. Als middel, niet als doel. Het museum gaat over mensen, identiteit en authenticiteit. Het vertelt heel veel over je eigen wortels en over plaatsen waar je dagelijks voorbij komt. Het verbindt heden en verleden. Na een bezoek aan Fin Centre kijk je met andere ogen naar Nune. Je kruipt in de huid van Vincent, volgens Van Keulen. Naar aanleiding van de presentatie van Niels kreeg de zaal gelegenheid vragen te stellen. Van Gogh en goeroe Ton de Brouwer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor al zijn verdiensten tot nu toe werd Ton door Wim Monté in het zonnetje gezet, benoemd tot erevriend voor het leven en verblijd met vele kilo's documentatiemateriaal, waarvan Ton hoopte dat er wat nieuws bij zou zitten. Enkele aanwezigen uit het publiek, deels vrijwilliger of in de organisatie, vroegen wij daarna hun mening over de presentatie. Ja, Kees, in de organisatie. Ja, nou de presentatie, daar ben ik ontzettend blij mee dat we die nu aan Nune hebben kunnen laten zien. Met een ruime opkomst van zo'n 200 man betekent dat het leeft, dat het steeds meer gaat leven. Het geloof, het ongeloof is omgetoverd in geloof. Een mooie nieuwe naam erbij. Kortom, ik ben zeer tevreden en ja, we hebben de vaart echt te pakken. Elke dag weer een stuk, tot in mei. Ik kan persoonlijk niet wachten tot het zover is. Nee, ik ook niet. Dat heb je helemaal gelijk in. Dus we gaan aftellen. Niels, heel apart voor jou, directeur van een Utrechts bureau, wonend in Nune, dat je zo'n opdracht krijgt. Ja, dan maakt het ook dat je echt dubbel trots bent.
Maar je kent natuurlijk je eigen omgeving heel erg goed. En het leuke van zo'n opdracht als je hiermee bezig bent, is dat je met een hele andere ogen, en hopelijk ook met de ogen van de bezoeker straks, door Nuenen heen gaat lopen. En dat je dus echt de bewondering hebt en de inspiratie waarmee Vincent destijds keek, dat je die overdraagt en dat mensen daarmee ook op pad stuurt. Heeft dat nou lang geduurd, het concept? Ik bedoel, je hebt geen origineel materiaal, maar om dan het concept dat jullie nu bedacht hebben, om toch helemaal in die sfeer te komen, is daar lang over nagedacht? Ja, best wel. We zijn nu bijna 2 jaar bezig met de hele voorbereiding. Maar dat betekent dat je eerst met een verhaal gaat bedenken. Dus het verhaal van Vincent gaat ontrafelen, het verhaal van Nuenen. En daar heb je behoorlijk wat research voor nodig. En dan ga je langzaam dat verhaal ook opbouwen. En zorg je ook dat je een spannend verhaal gaat vertellen. Wat opbouwt naar een hoogtepunt. En daarna, als je dat verhaal klaar hebt, dan begin je met een ontwerp. En dan ga je eigenlijk aan het verbeelden van het hele verhaal werken. Ik zou willen dat het mei 2010 was. Ja, wij ook. Simone, wat een mijlpaal weer vanavond. Ja, ik denk het wel. Ik denk een mijlpaal waar we trots op zijn. Ik bedoel, een mooie presentatie waarvan ik hoop dat iedereen onder indruk was. Maar ik sta daar volledig achter. En ik ben daar zelf trots op en ik hoop ook alle Nuenenaren. En natuurlijk ook de naam die nu bekendgemaakt is. Het Vincent Santer, de naam van het pand Berg 29. Zoals we het voortaan gaan zeggen in Nuenen. En wat ook op het pand komt te staan. Wat vond u van de presentatie? Die vond ik geweldig. Het was voor mij ook een hele openbaring. Ik had natuurlijk al wat stukjes van gezien. Maar dit had ik niet verwacht. Ik vind het geweldig. Ik denk dat hier zo iets bijzonders is weggezet. Ja.